Vandaag gaan we op bezoek in het Afrika Museum in Tervuren. Een museum dat heel wat weet te vertellen over België en Congo. Twee landen die heel wat met elkaar te maken hebben in onze geschiedenis. Ik ben Brenda en deze mannen ken je wellicht. Lukaku, Kompany en Batshuayi. En wat hebben ze met elkaar gemeen? Dat ze alle drie bij de Rode Duits. Maar ook dat ze alle drie Congolese roots hebben. En hoe komt het dat er nu zoveel Rode Duivels Congolese roots hebben? Dat heeft allemaal te maken met de geschiedenis van Congo en ook met die van België. Want Congo was vroeger een kolonie van België. België heeft Congo gekoloniseerd. Koloniseren wil zeggen dat een ander land naar een ander land gaat om daar eigenlijk een beetje de baas te spelen. Zij bepalen de regels, ze halen de grondstoffen en ze gebruiken onder andere de grondstoffen om zelf rijk te worden. Congo was een kolonie van België van 1908 tot 1960. Maar ook daarvoor waren al Belgen in Congo. En in het bijzonder één heel bijzondere Belg, namelijk Leopold II, de Belgische koning zelf. Die vond zichzelf heel belangrijk. En als je wilde tonen dat je belangrijk was, dan moet je best ook heel veel land bezitten. En in die tijd was het in de mode om ook andere landen te bezitten. Een kolonie, een eigen kolonie dus. En dat is wat Leopold II deed. Hij stuurde een ontdekkingsreiziger, Stanley, met een boot naar Congo. En die Stanley die wist te vertellen dat het eigenlijk een best wel een rijk land was. Met diamanten en goud en rubber. En dus zei Leopold II, dat wordt mijn land. En hij stichtte daar dorpen. En de dorpen die niet akkoord gingen, die veroverde hij. En dan zei hij tegen de mensen daar ter plaatse, jullie moeten voor mij werken en dat geld gebruik ik zelf. Dus van 1885 tot 1908 was Congo eigenlijk bezit van Leopold II en heette het Congo Vrijstaat. Gek hè, Vrijstaat, want de mensen die er woonden waren helemaal niet vrij. Want als ze niet deden wat onze koning zei, dan werden hun handen afgehakt of werden ze gedood of ze stierven omdat ze te weinig eten kregen. Leopold II vond dat zwarte mensen minder waren dan witte mensen. Stel je voor. Hij vond dat ze dommer waren dan witte mensen. En daarom toonde hij ook standbeelden waar dat ze bijvoorbeeld geen kleren aan hadden. En hij vond dat die mensen, die zwarte mensen, dan voor de witte mensen moesten werken. En het geld dat dat opbracht, gebruikte hij om grote gebouwen in België te bouwen. Zoals bijvoorbeeld het Centraal Station van Antwerpen. Na een tijdje kwam er heel veel kritiek op die Leopold II. En uiteindelijk, in 1908, moest hij zijn land, zijn eigen land, afgeven aan België. En zo werd Belgisch Congo geboren. Congo behoorde voortaan tot België. Dat wil zeggen dat de grondstoffen, zoals goud, diamant of ivoor, dat de opbrengsten daarvan ook gebruikt moesten worden in Congo zelf, voor scholen, ziekenhuizen of wegen. Maar dat betekende niet dat de mensen zelf mochten kiezen wat ze leerden. Ze moesten Frans en Nederlands leren. En ze moesten zich bekeren tot het christendom. Niet hun eigen geloof telde, maar wel Jezus en Maria. Ze waren dus helemaal niet vrij. En na een tijdje kwam er steeds meer protest. Vanuit Congo en vanuit andere landen. En het was uiteindelijk een heel bijzondere man die ervoor zorgde dat in 1960 Congo onafhankelijk werd. En dat was Patrice Lumumba. Hij wordt wel heel kort daarna vermoord. En men weet nog altijd niet of België daar iets mee te maken heeft. Er zijn dus heel wat gebouwen hier in België die herinneren aan het koloniale verleden. Zoals dit museum dus. Het museum ging opnieuw open in december 2018. En heel veel mensen hadden gehoopt dat er misschien nog meer duidelijk werd gemaakt dat Leopold II niet zo goede dingen heeft gedaan. Sommige mensen vinden dat het museum niet ver genoeg gaat en dat België sorry moet zeggen en ook geld terug moet geven en de schatten uit het museum moet teruggeven. En wat vind jij daarvan?